Hey, hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe video. Een video die volledig outside the box is. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. En dat lijkt me gewoon lachen, want het is een project waar ik volledig blanco in ga. Spannend, want ja, zoals ik al zei, ik heb echt werkelijk waar geen idee hoe ik dit ga aanpakken. Maar ik kwam hem tegen in de speelgoedzaken. Het is wat ik dacht, dit is briljant, dit is geniaal. Daar ga ik wat mee doen. Maar ik linkte het per direct aan topwater. Nou, we weten allemaal, het is winter, het is koud. Topwater heeft gewoon geen enkele zin. Daar ga je echt niks op pakken. Maar goed, ik kan hem in deze video wel alvast gaan bouwen. En dan vraag je je af, wat ga je bouwen? Nou, kun je snoek vangen op een rubberen speelgoedspin? Dat moet toch lukken? Het is wel een... Ja, en dingetje wat in principe niet nieuw is. Want Lunkerund heeft namelijk al spinnen gemaakt. Of ze goed werken, weet ik niet. Maar ik dacht van, dat kan ik ook. Wellicht misschien wel beter. Op steroïdes. Een tering grote spin. En daar ga ik gewoon een grotere snoek mee pakken. Het materiaal is echt fantastisch. Het is gewoon echt wat dikke rubber. Het ziet er echt wel solide uit. Pootjes zijn zelfs wat dikker. Om mee te zijn heb ik hier wel vertrouwen in, gek genoeg. Ik had liever eigenlijk een kikker gehad, maar een spin is natuurlijk ook gewoon grappig. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Ik ga eens kijken of ik hier een rig op kan verzinnen. Ik ga natuurlijk testen in deze video. En in de zomer gaan we loeihard snoep pakken op deze. Aan de slag. Zo, nou, hier hebben we de spin van de bovenkant. De spin is iets kleiner dan hij werkelijk is. Maar het gaat even om het idee. Wat ik wil gaan doen, ik wil een weedless haak gaan gebruiken. Waarom? Omdat die spin een smalle taille heeft. Dus dat biedt perspectief voor een weedless haak. Dat wil ik gaan doen. Maar er is een probleem. Die weedless haak kan ik namelijk niet door het materiaal heen krijgen van de spin. Daar is het materiaal één niet naar en er zit een soort van opvulling in. Dus dat gaat niet. Dus ik moet de weedless haak aan de onderkant moet ik die connecten. Met een wortel die aan de bovenkant uitkomt. Nou, daar gebruik ik de stalen lijn voor. Uiteindelijk, optioneel, dan ook nog een stinger die dan in de kont verwerkt wordt aan de onderkant. Maar die is even verlaten. Het gaat eventjes om die weedless haak. Nou, van de zijkant ziet het er dan zo uit. De weedless haak aan de onderkant van de spin, tussen de poten door natuurlijk, richting de smalle taille van de spin. Dan heb ik in ieder geval de weedless haken. Maar er is een probleem. Hier is die wortel, die wil ik aan de bovenkant hebben. Zal ik zo uitleggen waarom. En de stalen lijn die door de spin geconnect wordt met de weedless haak. En dan uiteindelijk natuurlijk de stinger. Maar nogmaals, die is voor latere soorten. Waarom wil ik de wortel aan de bovenkant hebben? Omdat ik er een soort van actie in moet krijgen. Als ik de wortel zeg maar hier had geplaatst, aan de onderkant, deed die spin waarschijnlijk echt helemaal niks. Zal hij nu waarschijnlijk ook niet echt heel veel doen, maar nu kan ik hem eventueel nog manoeuvreren, omdat ik hem min of meer optil wanneer ik hem inhaal. En wanneer ik de spin een beetje optil, de voorkant, gaan die pootjes misschien ook wel wat doen. De achterkant, die kont, die is vrij zwaar. Dus die blijft waarschijnlijk in het water hangen. En zo kan ik die spin eventueel van een soort van actie voorzien. Want ja, die pootjes, laten we gewoon eerlijk zijn, die gaan waarschijnlijk de actie gigantisch belemmeren. Ik kan geen walk the dog met zo'n spin doen, dat gaat gewoon. Dus ik moest wat verzinnen en ik heb zo'n idee dat dit wel gaat werken. Goed, wat heb ik nodig? Natuurlijk, een weedless haak. Daar is hij, grootste die ik kon vinden. Ik heb nodig een wortel, sleeves, stalen onderlijn natuurlijk. Onderlijn materiaal. Kamagatsu dreggen maatje 2 voor de stinger. That's it. We gaan eens even kijken of ik deze een beetje normaal degelijk om de spin kan krijgen. Daar hebben we hem. De bedoeling is natuurlijk dat hij min of meer er zo in komt te zitten. De weedless haak past bijzonder goed. Het lijkt beter uit te pakken dan ik had gedacht. De haak klemt enigszins goed om de taille van de spin en de lengte van de haak die is echt perfect.
Ik knip een stukje, niet te lang natuurlijk, staaldraad voor de ophanging van de wortel. Daarvoor verwijder ik natuurlijk wel weer eerst even de haak van de spin, want ik ga een stukje van de staaldraad door de kop van de spin prikken. Daarvoor moet ik even goed mikken, want het uiteinde moet natuurlijk wel zo goed mogelijk in het midden uitkomen. Vervolgens ga ik de lus maken die aan de weedless haak komt te zitten. Daarvoor heb ik twee sleeves nodig. Kwestie van de lus maken, de sleeve eroverheen schuiven en dichtknijpen die hap. Nu deze vast zit, kan ik de haak door de lus halen. Nu kan ik ook de lus maken die boven de kop uitkomt. Dit keer is deze voorzien van de wortel. Ik trek de lus aan door middel van een klein tangetje alvorens ik de sleeve dichtknijp. Nu alleen nog even een kwestie van de rest afknippen. Nu alleen nog de stinger erop. Deze heb ik al gemaakt, voorzien van de Kamogatsu dreg, maatje 2. En natuurlijk op de juiste lengte aan staaldraad en een simpel inprikstaafje van staal. Zo, daar is hij. Zoals je kunt zien, wortel aan de bovenkant. Dat zorgt ervoor dat de spin om zijn as kan draaien. En natuurlijk de weedless haak aan de onderkant met de stinger. Yes, daar is hij. De Hollow Body Spider. Ja, het is ongelooflijk wat je met de speelgoedspin kan doen. Het is eigenlijk een heel simpel systeem, een bestaand systeem, weedless. Voorzien van een stingertje natuurlijk. De haken klappen prima uit, het is lekker zacht van materiaal. Ja, het moet heel gek zijn dat dit niet gaat werken naar behoren. Echter, ik moet natuurlijk uitzoeken, hoe ga ik deze inhalen? Moet ik hem hoppen? Moet ik hem skippen? Moet ik hem slepen? Yo, ik weet het niet. Dat gaan we dus nu uitzoeken, want we gaan naar de waterkant. En we gaan hem uitproberen. Ik ben benieuwd. Goed, het moment van de waarheid. Ik ben benieuwd. Snoek hier in bijt, jongen, lach ik maar op. Zeker in de winter. Nou, ik denk niet dat in de winter veel snoeken hierin gaan bijten. Maar het gaat even om te kijken wat deze spin doet. Oké. Gewoon intikken. Oh, ik kan gewoon walk the dog doen, jongens. Ja, walk the dog werkt. Soort van. Hij trekt echt heel veel water. En ik kan hem... Zoals voorspeld kan ik hem hoppend inhalen. Oké, de twee technieken die het best werken zijn in ieder geval het inhoppen en walk the dog. Maar ik ben bang dat het tot alleen die twee techniekjes beperkt blijft.
Yes, dat was hem voor deze video. Hopelijk vond je het een toffe video. Ik heb mijn best gedaan. Het project is beter uitgepakt en sneller uitgepakt dan ik had gedacht. De spin is klaar. De spin is er ook klaar voor. Ik heb ook een aardig idee wat het kan en wat het niet kan. Ik heb ook een aardig idee van de hook-up ratio. Volgens mij is die best oké, namelijk. De hoop vragen nog. Maar in de zomer komen we natuurlijk met het tweede deel van deze spinnenvideo. De Hollow Body Spider. Daar ga ik natuurlijk in de zomer uitgebreid mee vissen. En uitgebreid hier ook proberen een snoek op te pakken natuurlijk. Dat is mijn missie. Hier moet een paar snoektanden in gehengst worden. Ja, dan is mijn missie helemaal compleet. Ik ben benieuwd hoeveel snoekaanvallen deze gaat overleven. Anyway, vonden jullie dit een toffe video? Super, dankjewel. Steek het duimpje even omhoog. Hè. Dat motiveert mij om door te gaan. En vergeet vooral niet te abonneren. Want elke zondag ga ik live. En het is altijd handig om daar een melding van te krijgen. Als je het belletje ook even intoetst. Heb je een suggestie voor iets? Laat het me weten in de video comments. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En tot later.